Ik wil wel toch wat even kwijt. Voor de wedstrijd begon werd er eigenlijk verboden door de zekere heer Donk van de STVS aan de cameramannen die in het stadion waren, dat ze niet zouden mogen filmen. Een heel vreemde situatie, aangezien de heer Donk niet de bevoegdheid heeft om de cameramensen van de andere stations te verbieden om beelden te schieten. In ieder geval, uiteindelijk hebben de heren toch de wedstrijd vastgelegd. Ik denk dus dat de SVB deze zaak heel goed moet gaan bekijken, want anders kunnen er in de toekomst vervelende dingen gebeuren. Dit is een heel vervelend moment in de wedstrijd, waarbij de speler Miquel Crony hardhandig werd aangepakt en jammer genoeg een lelijke blessure opliep aan zijn kuit, kapotte kuitbeen. En die blessure, die overtreding werd begaan door Clive Nobrega. Hij kreeg direct de rode kaart en dat gebeurde in de 17e minuut van de wedstrijd. Nou, u ziet Guyana hier in de aanval. Guyana speelde dus vanaf dat moment met 10 man. Toch creëerden ze af en toe kansen. De wedstrijd op zich was niet op een heel hoog niveau. Suriname was iets wat beter. Hier een aanval van Suriname in het centrum en een kans wordt niet benut. Het blijft eigenlijk een hibbie om het zo in het Surinaams uit te drukken. Overigens een heel mooi doelpunt hier zo van de speler Gregory Richters, die in de 24e minuut Suriname op 1-0 bracht. Ja, ik had het erover, het lijkt een hibbie te zijn voor Surinaamse ploegen om te scoren. Hier weer een goede kans om de score op te voeren. Maar we zien weer dus dat er slordig, ondoordacht, er wordt gevochten met kansen, waardoor we niet kunnen scoren. Het ontbreekt aan koelbloedigheid, het ontbreekt aan een aantal zaken om beheerst af te ronden. Hier weer een goede kans en de Guyanese doelman kon hiervoor komen, dus dat er werd gescoord uit deze situatie. Dit is ondertussen de tweede helft, hier weer zo'n goede situatie voor de Surinaamse ploeg, waarbij er slordig wordt omgesprongen met een doelrijpe kans. Hier wordt in eerste instantie gemist. Dit is Roxy Ver die kwam invallen. En de Guyanese die dus met 10 man speelde, ja, die probeerden er het beste van te maken. In ieder geval, er moet nog heel veel gebeuren bij de Surinaamse ploeg op weg naar de wereldkampioenschappen, op weg naar de eerste kwalificatiewedstrijd die gespeeld zal moeten worden tegen de ploeg van Nicaragua en wel op 7 juni. We hebben begrepen dus dat de Surinaamse selectie tegen het eind van de maand een oefenwedstrijd zal spelen tegen de formatie van Trinidad. Dat is een iets wat sterkere tegenstander en ik denk dat dat ook een beetje meer een maatstaf zal zijn om te zien waar we op dit moment staan.